Hamster. Hamster. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Tof dat je erbij bent. We zitten weer in de auto en dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. We hebben weer wat nodig. Wat hebben we nodig? Ja, waar gaan we eigenlijk naartoe? We gaan naar de kringloopwinkel. En wat gaan we in de kringloopwinkel doen? Zoals altijd, hè? We gaan altijd naar de kringloopwinkel. Natuurlijk. We zijn op zoek naar cassettebandjes, zoveel mogelijk. Omdat ze gewoon heel erg tof zijn om te hebben. Maar ook omdat we er iets heel moois van gaan maken. We gaan er namelijk een lamp van bouwen. En we zijn er nog niet helemaal over uit of het een hanglamp wordt, een staanlamp of een lamp voor op de tafel. Maar... Nou, zullen we ons mandje... Schlagerfestival uit 1990. Schlager. Ja, dit zijn ze. Okay. Dit zijn de bandjes. Let's go. Ja. Afrekenen. Missie geslaagd? Ja, meer dan geslaagd. Ik dacht dus dat ze geen cassettebandjes meer hadden. Maar ze hadden echt hele kasten vol. En we hebben nu gewoon voor 8 euro aan cassettes en 5 euro nog een lampje erbij. Dat is geweldig. Dat is kunnen we aan de slag. Oké, dus zitten in de auto en we zijn net langs de kringloopwinkel geweest. We hebben cassettebandjes gekocht, we hebben een oude lamp gekocht. En het enige wat je eigenlijk nog nodig hebt hiervoor is wat secondenlijm en je goede humeur. En een klein beetje... en een beetje van magie. Ja. En vergeet niet een klein beetje creativiteit en een klein beetje geduld. Dan gaan we jou zo meteen laten zien hoe je die vette lamp maakt. Het lijkt wel het intro van de Powerpuff Girls. En dingen van je van hey, houdt. Hey, oppassen met me. Oké, we zijn net naar de kringloopwinkel. Wimpel. Oké, we komen net thuis van de kringloopwinkel. En we hebben cassettebandjes gekocht. We hebben er 16 gekocht. Dat zijn deze dingen, mocht je ze niet kennen. Voor 8 euro. Ze zijn lekker transparant, dan komt het licht er mooi doorheen. En daarbij hebben we ook een lampje gekocht. En die kost 4,95. Dus voor nog geen 13 euro heb je gewoon een hele toffe lamp. Daarbij ook nog wat secondenlijnders nodig, maar dat heb je vast wel thuis liggen en anders ben je er nog een euro extra voor kwijt. In ieder geval, onder de 15 euro bouw jij een toffe lamp. We hebben het eigenlijk gekocht alleen voor de onderkant waar het lampje op staat. Dus de bovenkant heb je eigenlijk niet nodig. Die gaan we dus direct vanaf halen. Nou, zo. En hiermee gaan we aan de slag. Deze kan eigenlijk weg. Nou, zoals je meteen al kan zien, is deze lamp eigenlijk net iets te smal om ze zo aan elkaar te plakken. En om dan een klein platform te maken, had ik bedacht om een cd'tje om te plakken. Zo, want dan past het namelijk wel. Zo. En zo. Nice. 5 minuutjes wachten. En dan is het droog. Gaan we verder. A few moments later. Oké, ik heb in dit cassettebandje een klein, een soort inkepingje geknipt. Gewoon met een heggenschaartje, want ja, wij doen ook maar gewoon wat. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Nou, uit de lamp komt een kabel. En die kabel zit een beetje in de weg als je daar cassettebandjes omheen wil plakken. Dus als je dan zo'n inkepingtje hebt, dan kan je hem er mooi overheen zetten. Tadaa! Nou is het dus de bedoeling dat we hem gaan vastplakken. Ik zou deze als eerste vastplakken, want deze is het vervelendste. En dan heb je dat in ieder geval gehad. Hier is even wat pakken om eronder te leggen, want we werken hier met secondenlijm. En secondenlijm, dat gaat altijd mis. Dat komt op je handen, dat komt op de tafel. Het is gewoon eigenlijk rotspul, maar wel heel erg handig. En je hebt het ook nodig voor dit filmpje. Dus we wachten even tot hij terug is en dan kunnen we verder. Oké, dit bandje zit nu vast. Daar ben ik heel erg blij om, want dan kunnen we meteen verder. Ik heb hier het volgende bandje. Je kan natuurlijk zelf kiezen wanneer je transparant doet, wanneer je gekleurd doet. Maar wij gaan het lekker om en om doen, want dat is mooi. Het laatste laagje. En als je afvraagt hoeveel seconden lijm je nodig hebt, 2 van die kleine roltubbetjes. Kut, nou zit het op 2? Hand. Nee toch? Ja. Minder, zwaar niet nieuw. 2 half gebruikte tubbetjes. 1 hele dus. Ja, 1 hele dus. 1 hele, 1 hele. Zit die vast? Oh, wat ziet het er mooi uit. Ja. Nou, kleine rondo. Kleine rondo. Rondo, is dat straat zo?
Ik heb geen idee. Doe gewoon die kleine rondo. Kijk eens, man. Fantastisch. Jori. Bam. Aan je touw, buurman. Draai het lampje erin. En test hem maar. Ja, en test hem maar. En het is tijd voor de test. Dan gaan we naar het handig lab. Kom. Ja, hij bleef net aan mijn handen vastzitten. Het is echt pijn. Moeven. Maar dat is gewoon een beetje omdat we ongeduldig zijn. We hebben dat cd'tje nog een beetje aan de zijkant. Zie je dat? Maar dat kan je gewoon wegknippen met een schaar als je dat lelijk vindt. Maar we gaan eerst even kijken of je het doet en zo. Trek hem met je kippenkracht. Ja, anders flikker dat ding toch uit mijn hand. Oké. Time for test. Lampje aan. En... kijk eens aan. Juist. Leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe video. We hopen dat natuurlijk iedereen deze lamp zelf gaat maken. Als je het hebt gedaan, stuur even een fotootje door. Vinden we hartstikke leuk om te zien. Hou onze pagina ook goed in de gaten, want wij zijn van plan om alle spullen die wij gemaakt hebben op een bepaald punt te gaan verloten onder onze kijkers. En vergeet niet te abonneren. Je kan hier duimpje omhoog en dan zie ik jou de volgende keer weer bij Handig. Oké, dus ergens in deze video hoorde je Jori een liedje zingen. En zoals vorige week gaan we deze week precies hetzelfde doen. Weet jij welk liedje hij aan het zingen was? Geef het even door. En de winnaar die kreeg de shout-out op het YouTube. En de winnaar kreeg de shout-out op ons YouTube kanaal. Dus doe het snel. Ik zie je de volgende keer. Later. Dat is handig. Ik wilde ook nog even doei zeggen. Doei.